Het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, is deze week begonnen met de huldiging van jubilarissen en gepensioneerden. De groep is van de periode 2019 en 2020. Medewerkers met 10 dienstjaren zijn vandaag gehuldigd voor hun bijdrage en bewezen diensten aan het PCS en de psychiatrische zorg aan cliënten. Raj Jatnanan Singh, algemeen directeur van PCS, haalde aan dat werken in een psychiatrische instelling ook een intrinsieke waarde heeft. Hij meent dat medewerkers trots mogen zijn dat ze deel zijn van dit bijzonder werk. Wij zullen er alles aan doen vanuit de directie en de bond om het werk zo draaglijk mogelijk te houden. En natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat de beloning daartoe ook op maat gesneden mag blijven. Het gaat nogmaals vandaag niet zozeer om die kleine financiële bijstand die u krijgt straks. Dat heeft meer als vervoerkosten te maken. Maar het heeft meer te maken met een stukje attentie die we dan nemen, ondanks alle regelingen die we hier hebben met COVID. Dat de attentie die we nemen om dit nogmaals te benadrukken, hoe trots we op u zijn. Dat u uw eerste stap zeg maar 10 jaar in uw carrière heeft ingezet. En u heeft nog op zijn minst 20 jaar met ons te gaan. Jatnanan Singh haalde verder aan dat ondanks de moeilijkheden er toch besloten is de jubilarissen te huldigen. De huldiging van deze groepen was vorig jaar afgelast, zegt hij. Het PCS heeft volgens hem ook de viering van zijn 125-jarig bestaan dit jaar moeten aflassen. Echter vond hij dat de huldiging nu wel plaats moest vinden. We kunnen hier veel afzeggen, we hebben ook heel veel afgezegd. Voor de viering voor ons van het 25-jaar tijdperk. Maar we kunnen dit dus niet afzeggen. Het is al vorig jaar afgezegd. En we hebben erop gestaan dat wij het dit jaar wel gewoon gaan vieren. Zelfs met een negatief advies van Finance. Dat we eigenlijk het geld niet daarvoor hadden. Maar toch hebben we het in ieder geval zo klein en zo minimaal mogelijk gehouden. Omdat we toch denken dat dat stukje attentie heel erg belangrijk ook voor u allen is. Algemeen directeur Raj Jatnanan Singh van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Deze instelling gaat tot 15 december door met het huldigen van gepensioneerden en jubilarissen.